aangehouden. Was er alcoholcontrole. Nou ja, ik doe mijn raampje naar beneden. Die agent die zegt, dag mevrouw. Ik zeg, dag ober. Het is moeilijk je verliezen te verwerken, als het leven zoveel tegenslagen biedt. Van geluk is al heel lang niets meer te merken, want je schedeldak is alles wat men ziet. Na de eerste schok ga je iets uitproberen, aan de zijkant groeit het haar nog ongestoord. Dus kan dat mooie kale kop maskeren, je bedekt daarmee het harenloze oord. Maar verschuil je toch niet achter dat zo iedereen je kent. Het hoogst wat te bereiken is te zijn in wie je bent. Ik heb zelf ook een vervelende ervaring achter de rug met Sinterklaas. Ik had een tekening voor hem gemaakt op een heel groot stuk behangpapier. Beetje panorama. Panoramamesdag, zoiets eigenlijk. Maar dan avant la lettre hoor. Ik bedoel, ere wie ere toekomt. Ik moest naar voren komen bij de Sint en hij rolt dat zo uit. En toen zei hij, ik weet het nog goed, toen zei hij, dat had je nou niet moeten doen, Jan. Ja, en dat moet je niet zeggen tegen een kind. Ik nam dat letterlijk. Ik heb mijn iPhone in het water laten vallen. Hij was niet eens zo oud of uit de mode. In een vrij diep meer waar vissen was verboden. Dus mocht ik er ook niet meer achteraan. Mijn contactpersonen snappen niet waarom ik hen niet bel. Want toen mijn duim nog op hun namen drukken kon, deed ik dat wel. Ik heb mijn iPhone in het water laten vallen. Wat moet ik nou nog aan met mijn bestaan? Zoals u misschien weet, heb ik vorig jaar de Wim Sonneveld prijs gewonnen. En die prijs bestond voornamelijk uit een beeld van Wim Sonneveld. Zo groot ongeveer. Niet op ware grootte natuurlijk. Tenminste, denk ik. Ik heb hem nooit persoonlijk gekend. Vroeger waren mensen wel veel kleiner.